Emotion Index is het afgelopen maand daadwerkelijk gekelderd. In juni meten wij nog een indexwaarde van 33,5. En inmiddels ligt die in september op 19,4. Dat is een enorme daling. Want op het laagste punt, dat was het derde kwartaal van 2009, toen lag de index nog op 27,1. Hij krabbelde heel langzaam omhoog. En vandaar dat het desastreus is dat hij nu vanaf het hoogste punt ineens naar beneden gestort is tot onder de 20. Het CBS meet het consumentenvertrouwen. Wat is het verschil met Ecomotion Index? Het CBS meet inderdaad het consumentenvertrouwen, maar neemt daarbij een iets meer rationele of afstandelijke positie in ten opzichte van consumenten. We vragen namelijk aan de consument in hoeverre het beter of slechter gegaan is met zijn eigen financiën in de afgelopen 12 maanden en wat de consument verwacht voor de komende 12 maanden. Verwacht hij daar verbeteringen of verslechteringen? Nou, wat wij eigenlijk in de Ecomotion Index doen, is veel dichter op de huid van die consument gaan zitten. We vragen namelijk heel specifiek, hoe voelt u zich als u aan uw persoonlijke financiën denkt? Dus we vragen niet, verwacht u dat het beter gaat? Nee, we vragen, in hoeverre voelt u zich blij? In hoeverre ervaart u emoties als angst, boosheid, onzekerheid, optimisme, trots? Door dat te doen, zitten we eigenlijk veel dichter op de gedragingen die consumenten daadwerkelijk gaan doen. Emoties zijn namelijk een hele goede graadmeter voor wat mensen daadwerkelijk gaan doen in de komende kwartalen, komende jaar. Daar bevinden we dat mensen in toenemende mate geëmotioneerd zijn over hun persoonlijke financiën. Daarbij zijn hun negatieve emoties steeds sterker geworden. Op dit moment meten we dat ongeveer 1 op de 3 Nederlanders meer negatieve dan positieve emoties ervaart als ze denken aan hun toekomst. Dat was nog in het vorige kwartaal 1 op de 4. Nou, die negatieve emoties komen eigenlijk voor een heel groot deel vanuit economische onzekerheid in Nederland, maar zeker ook in de wereld. We zien in toenemende mate dat mensen heel pessimistisch zijn over de wereldeconomie. Als gevolg daarvan gaan mensen in toenemende mate stoppen met consumeren. Vragen we namelijk hoe het met mensen zelf gaat, dan blijkt het bijvoorbeeld met hun baanzekerheid nog best wel mee te vallen. Op basis daarvan verwachten ze dus niet dat het heel veel slechter gaat in de komende 12 maanden. Maar juist vanwege die grote economische onzekerheid daaromheen, pensioenen, eurocrisis, nou een heleboel van dergelijke ontwikkelingen die we hebben gezien, dan voelen ze zich wel geëmotioneerd, zijn ze negatief geëmotioneerd en gaan ze al met al stoppen met consumeren. Ze durven geen beslissingen meer te nemen. En dat is niet op rationele gronden. Het is niet zozeer dat mensen vanwege bepaalde situatie in hun persoonlijke financiën niet meer zouden moeten consumeren. Nee, ze doen het gewoon niet meer vanwege grote onzekerheid en bezorgdheid. Heeft dat gevolgen voor hun uitgavenpatroon? Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar de huizenmarkt. Dat is een heel goed voorbeeld, want daar hebben we in de afgelopen kwartaal hebben we eigenlijk een verlaging gezien van de overdrachtsbelasting. Dat zou een behoorlijke impuls moeten geven voor de huizenmarkt, maar daaraan zien we eigenlijk vrij weinig. De NVM verwachtte een opleving van de huizenmarkt met 10% en het is maar met 4% is het uitgekomen. Nou, hoe komt dat nou? Dat heeft heel veel met die emoties te maken. Het is op dit moment best rationeel namelijk om, als je toch de huizenmarkt wil instappen, een aankoop te gaan maken of je in ieder geval te gaan oriënteren op een aankoop. Waarom doen mensen dat niet? Dat heeft heel erg te maken met de emoties die ze ervaren van onzekerheid en angst, waardoor ze, ondanks dat de economische situatie eigenlijk beter is voor ze om het te gaan doen, toch die aankoopstap niet maken. Ook bij de heel veel andere productcategorieën zien we dat. Bijvoorbeeld in de automarkt zien we dat we vooral vervangingsaankopen zien, maar dat mensen aankopen uitstellen als dat maar enigszins mogelijk is. In de detailhandel zien we in toenemende mate dat er promotieaankopen worden gedaan. Mensen zijn heel erg op zoek naar koopjes. Ook daarvan zijn cijfers naar buiten gekomen. Nou, het blijkt dat retailers, detailisten, in toenemende mate hun aankopen halen uit omzet op afgeprijsde artikelen. Dus mensen gaan in toenemende mate proberen zo voordelig mogelijk uit te zijn en heel prijsbewust te kopen en niet te kopen wat niet nodig is. En aan de andere kant zien we dat mensen in toenemende mate zogenaamd precautionary gaan sparen. Ze gaan een grote gedeelte van hun inkomsten gaan ze apart leggen. Niet voor een specifiek doel,
maar gewoon omdat ze bezorgdheid over wat er gaat gebeuren. En ze daarom maar zoveel mogelijk geld apart willen zetten als nodig is.